Hoi allemaal, welkom bij deze nieuwe video. Vandaag neem ik even een nieuwe video op, omdat we morgen naar de Reborn meeting gaan. En daarbij heb ik heel wat bij te praten. Het is alweer een enorme tijd geleden dat ik een video online heb gehad. Ik praat jullie verder bij na de intro. Tot zo! Oké, welkom bij deze video. Dit wordt een beetje een video die ik in elkaar knip en plak. Want ik probeer vandaag een video voor jullie te maken. Alleen ik heb best wel een hele drukke dag, dus het zal allemaal niet heel makkelijk gaan. Maar wat in deze video naar voren komt, is morgen hebben we een Reborn meeting. Hier in het noorden, waar er altijd een hele gezellige club met vrouwen langskomt. Allemaal met hun reborns. Ik ben echt super benieuwd wie er dit jaar allemaal zijn. En welke mooie reborns ik zou kunnen zien. Mijn dochtertje Jolijn gaat ook mee met haar Martijntje. En Seb gaat mee dit jaar. Zo zijn ze allemaal al een keer geweest. Levi en Nora zijn vorig jaar mee geweest. En Finn is daarvoor mee geweest. Ik ben 1 jaar niet geweest. Er zit 1 jaar tussen. Vandaar dat vorig jaar dus Levi en Nora allebei meegingen. Ik zie hier helemaal sokjes liggen. Zo, eventjes opruimen. Sorry jongens. Nou, Seb gaat dus mee. We gaan Seb dus nog omkleden in zijn outfit die hij aankrijgt. En Martijntje waarschijnlijk ook. Dus dat wordt heel gezellig met z'n tweetjes. En we gaan de tas klaarmaken. En we gaan de kinderwagen klaarmaken waar Seb in meegaat. Die staat nu nog in meisjesstand. Ik kan jullie dat wel even laten zien. Kijk, het is al een beetje een rommel. Er ligt hier echt van alles en nog wat in. Kruiken, slofjes, jasje, haarbandje. Hij staat eigenlijk al in de meisjesstand. Het is een beetje een rommeltje. Want ik ben alles aan het klaarzetten voor mijn nieuwste aanwinst. En ja jongens, dat is ook een verrassing, want ze is bijna klaar. Ik heb volgens mij niet eens kunnen vertellen aan jullie dat ik haar heb opgestuurd naar de Rebornster. Maar dat heb ik ongeveer in begin april denk ik gedaan. En ik heb haar dus al gestuurd hoe ik graag haar wil hebben. En ze is ermee aan de slag gegaan. En we hebben gewoon een meevaller. En dus kan ze volgende week al klaar zijn. Dus dat is spannend, jongens. Ze is net niet op tijd klaar eigenlijk voor de Reborn meeting. Dat is wel jammer. Maar goed, Seb die heeft ook nog alle eer om mee te gaan. Want niemand heeft Seb nog gezien. Dit is nog zijn jaar natuurlijk. En ja. Zo is het toch grappig, want Finn heb ik in september 2015 gekregen. Finnie. En, sorry jongens, ik ben een beetje verkouden. Nora heb ik in september 2016 gekregen.
Levi kwam daar vlak achteraan in april 2017. Op Seb heb ik weer een beetje langer moeten wachten. Die kwam in september 2018. En nu komt er dus weer een kleintje in mei 2019. Dus die is weer net zo snel als Levi achter Seb aan. Dus ja, ze is bijna klaar jongens. Volgende week gaat ze komen. Dus er zal in deze video ook van alles naar voren komen over het nieuwe spruitje. En ook haar naam review. Dus ik ga haar naam onthullen in deze video. Dus blijf vooral kijken. Ik ga nu eerst even de kinderen ophalen. Het is 3:05 smiddags. En ik heb deze intro er in ieder geval op staan voor jullie. Dus, en dan ga ik nu eerst de meiden ophalen. En we hebben deze week de avondvierdaagse. Ja, ja. Dus we hebben al 3 avonden hebben we 10 kilometer gewandeld. En vanavond is de laatste avond dat we nog weer moeten wandelen. Dus dat komt er ook nog tussendoor. Dus ik hoop dat als ik weer bij jullie terugkom, dat het dan nog licht is. Misschien dat we zo meteen alvast eens eventjes naar een outfitje kunnen gaan zoeken voor Seb. Want ja, wat ga ik hem aantrekken voor morgen? Dit is natuurlijk ook al een super cute pakje trouwens. Het is allemaal zo mooi. Hij heeft alleen maar leuke kleertjes. Maar ik neem jullie erin mee om daar even een keuze in te maken. Ik zie jullie zo weer. Tot straks. Oké, jongens. Nou, hier ben ik weer terug. Het is nu iets later op de middag. Maar ik laat jullie ondertussen even zien wat de kledingkeuze gaat worden. En zoals jullie nu wel al kunnen zien, ben ik daar dus nog niet uit. ik heb ook zoveel keuze in leuke kleding voor Seb. Hij heeft natuurlijk dit leuke pakje van de HEMA. Nou, ja. Ik leg alles even. Ik ga alles even in vliegensvlug een beetje door. En dan zal ik een beslissing nemen. Want het is echt heel moeilijk. Hij heeft meerdere jasjes. Deze met de konijnenoortjes. Die komt bij Next Baby weg. Next dus. Heel lief gebreid jasje. Dit jasje heeft hij. Oh, sorry jongens. Ik wil niet te veel rommel van mijn slaapkamer erop. dit jasje heeft hij dus van de HEMA. Hij heeft dit vestje van Prenatal. Hij heeft dit okergele pakje van Prenatal. Hij heeft net een nieuwe romper. Born in 2018. Dit is een Name It rompertje. En die was nu, doordat het 2018 op stond, was hij dus nu €1,95. €1,95. Een zwarte. Born in 2018. Hij heeft dit hele schattige pakje van Next. Daddy and Me. En een pakje van Nijtje. Nou, die gaat hem sowieso niet worden. Dus die leg ik even alvast apart. Ik denk dat ik maar zo'n scheiding moet maken. Van nee, dit wordt hem sowieso niet. Dus dat leg ik weg. Anders kan ik nooit van mijn leven doorheen. Ga even kijken wat er in dit mandje zit. Volgens mij zit het meest kerst. Oh ja, op dit pakje na. Deze is ook wel heel lief. Wat zit ik nou weer te filmen op mijn voet? Sorry. Deze is ook wel lief. Die. Dit pakje. Zijn armbandje. Ah ja, zijn Jip en Janneke pakje. Is ook super schattig. Heeft ook wel een voorkeur eigenlijk. Nou. Een gebreide pak van oma. Heel mooi okergeel. Er hoort nog meer bij. Het vestje. En slofjes. Nou, deze leg ik even terug. Even weg. Zo. Dan heb ik deze hele dikke mand nog vol. Ja. Dan heb ik dit setje.
Nou, dit is dus het vestje van het ook een gele pakje. Wat oh, ik heb de hik dat oma heeft gebreid. Ik heb dus meerdere verschillende shirtjes. Oh, dit is weer kerst. Dat zijn ook leuke shirtjes. Hier kan een bruin broekje bij. Ik heb echt verschillende shirtjes ook van Zara. Kijk, met zo'n vakje. Met stipjes en een olifantje. Konijntjes. Oh jeetje, de keuze die wordt er niet makkelijker op. Deze stond hem ook heel leuk. Het is een truitje, een zwettertje. Stond heel schattig. Die kreeg ik van Sam erbij. Stoere dingetjes achterop. Zo. Dit is een rompetje. Dit is een pakje, die heeft hij vrij nieuw. Deze Dream Like a Unicorn en dan met geel en zwart-wit. Stond hem ook super leuk. Die en het hondenpakje, ja, die is ook heel lief. Met die ook gele sokjes eraan. Die stond hem ook heel lief. Is ook wel een grote kanshebber. Ah, jeetje Mina. Nou, dit zijn dus de broekjes. Bruine broekje, een zwart broekje. Zwart effen broekje, nog een bruin broekje. Rood broekje. Die. Deze. Die is ook leuk trouwens. Met beertjes erop. Er zit ook een okergele lepeltje aan. Oké, jongens. Nou, en dit is een mandje met mutsjes en sokjes. Waar ik uit kiezen kan. En een paar rompers. En mutsjes die bij de pakjes horen. Dus. Ik ga even aan het uitzoeken. Even bedenken wat ik wil. En dan kom ik zo weer bij jullie terug. Oké, jongens. Nou, ik heb even een kleine selectie gemaakt. De keuze is nu tussen deze drie. Het hondenpakje. Met de gele slofjes. Je hebt Janneke. Met de gele slofjes. En het gele pakje met het grijze vestje. Dat grijze vestje doe ik hem trouwens sowieso aan. Ook over deze twee. Welke zal ik doen? Welke zal ik doen? Ik vind het echt lastig. Oké, nou. Ik maak er vast weer een selectie. Het wordt sowieso het Jip en Janneke vestje, of het Jip en Janneke pakje of het hondenpakje. Nou, ik ga daar even over nadenken nog. En zodra ik de Sepp ga omkleden, dan laat ik het jullie zien. Welk pakje het is geworden. Nou jongens, ik ben in ieder geval tot de conclusie gekomen dat ik voor Sepp ontzettend veel kleertjes heb. Dus die hoeft voorlopig geen nieuwe kleding. Dit is ondertussen even een kleine impressie wat ik heb voor de kleintje, voor de baby. Het begint allemaal een beetje roze. Toch ook dat okergeel weer terug. Die stipjes nog steeds. Dat blijft leuk. Alleen, het is ontzettend moeilijk om voor haar kleertjes te krijgen in de juiste maat, omdat zij dus een preemie is. Ik heb toch wel veel maat 50. Dit is ook maat 50. Maar jongens, ik ben echt bang dat zij hierin gaat verzuipen. Maar ja, het is in ieder geval heel erg leuk. Hierachter hangt ook nog wat van de Hema met haarbandjes. Dus ja, ik ben ook met op zoek naar het maatje 44. Nou komt er ook nog een lading met maatje 44 voor de aan. Dit zijn allemaal rompetjes. Ik heb dit trouwens, heb ik mazzel mee gehad, want ik heb dat dus gewoon allemaal tweedehands gekocht. Behalve dan dit setje dus, van de Hema.
Die niet, met het okergele. Heel klein broekje. Even laten zien. Waarschijnlijk gaat ze dat hele kleine broekje wel passen. Ook een geel voor meisjes. Yes. Maar heel lastig dus. Super lastig te vinden. Iets met ook een geel voor ook meisjes. Dus ja, er zit ook al wat roze bij. Wat oud roze. En een roze knuffeltje. Laatst van mijn nichtje gekregen. Maar ja, nou dit is even een kleine impressie alvast. Tot nu toe ben ik voor haar nog heel zuinig geweest. Dus dat komt waarschijnlijk nog. Ik vind het heel lastig om dus meisjeskleding te shoppen. Maar ik ben ondertussen uit het pakje voor Seb. En ik ga nu even jullie laten zien wat er meegaat in de luiertas. Oké, nou hier zijn we terug. Met, nou, wat neem ik dan nou mee in mijn luiertas? Morgen. Het is natuurlijk eigenlijk dikke onzin, hè? Een luie tas voor een reborn, maar het is natuurlijk wel hartstikke leuk. Iedereen neemt eigenlijk wel spulletjes mee. En het kan ook zijn dat andere mensen aan jouw reborn zitten en er wordt iets vies of zo. Liggen altijd wel doekjes hoor op tafel, dus niemand zit ongevraagd aan je reborn. Maar goed, er kan best wel een kans bestaan dat er iets vies wordt. Nou, wat heb ik altijd standaard in mijn luie tas? Deze twee. Dit zijn de adapters van de Bugaboo voor de Maxi Cosi. Dus die gaan er weer in. Anders weet ik niet waar ze blijven. Dan verdwijnt het gewoon. Deze zit er standaard in. Dit is mijn Mini Monkey draagdoek, draagzak. Super handig, hartstikke klein dingetje. Dus die kan er gewoon in. Ja, nou, wat heb ik dan altijd nog standaard in een, heb je dan standaard in een luiertas? Ik heb altijd mijn tasje met luiers. Hier zitten dus doekjes in, luiertjes in. Dit tasje is van Kipcap, geloof ik. Ja, Kipcap, dus die gaat erin. Luiertjes. En doekjes. Deze vind ik lekker voor mezelf. Zwitser zachte crème. Dus die heb ik erin. Een poedertoren. Ja, ze drinken natuurlijk niet echt, maar die doe ik er toch in. En de fles. De Tommy Tippy is van Seb. De fles erbij. En een rammelaar voor het spelen, de speen en het speendoekje. Even kijken hoor, dan is dit niet nodig. Dit zijn ook allemaal nog speentjes trouwens, ik heb echt een hele overvloed aan speentjes. Een doekje, spuugdoekje en een hydrofiel luier neem ik altijd mee. Ook om, mag je hem over onverhoopt dus wat schoon moeten maken. Dan mijn verzorgingstasje voor de reborn. Hier zit mijn kammetje en borsteltje en zo in voor de haartjes. En de lotion of water of nou, wat je maar gebruikt. En ik neem een setje extra kleren mee. Dat heb ik maar besloten. Totaal een ander soort setje kleding dan wat ik net had liggen. Om jullie niet op een dwaalspoor te brengen. Dus ik neem twee sokjes mee, een zwart broekje, dit t-shirtje en een schoon rompetje van Nijntje. Schattig, rompetje. Dat neem ik dus mee en ja, die gaat aan de kinderwagen. Ik neem gewoon de kinderwagen mee, niet een Maxi Cosi of wat, gewoon echt alleen de kinderwagen. Neem ik mee. En dan hopen we op een hele leuke middag. Dus hieronder heb ik de kleertjes verstopt. Dat zien jullie straks. Ik kom straks weer bij jullie terug.
anders. Nou, zo was het dus alweer zaterdag aan het einde van de dag. De Reborn Meeting is achter de rug. En zoals jullie hebben kunnen zien, heb ik daar leuke foto's nog even kunnen maken van de Reborns die er tentoongesteld werden. Ik heb een leuke loting gewonnen. Tweede prijs, een nijntjesspeelmobiel voor de nieuwe baby. En wij kregen allemaal een leuk presentje als bedankje. Oh, nou, Muffin komt ook even kijken. Hé, Muffin? Ja, kom je ook even kijken, jongen. Kom, ga jij er maar even af. En ik heb nog een paar leuke sokjes gekocht voor de nieuwe baby. En ik zou een naam onthullen in deze video. En mijn bedoeling was om dan om haar naam Slinger klaar te hebben. Maar ik zal haar geboortekaartje hier achteraan plakken. En dan zien jullie haar naam. Haar roepnaam is haar officiële tweede naam. Dus dan weten jullie dat. Ik sluit hierbij de video af. Ik hoop dat jullie hem leuk gevonden hebben. We hebben echt een superleuke, gezellige Reborn meeting gehad. Bedankt Monique daarvoor. Het was echt heel erg leuk weer. Heel veel nieuwe mensen weer ontmoet. Dus ja, voor vandaag zeg ik een geslaagde dag en tot volgend jaar. En ik hoop dat jullie deze video leuk vonden met de voorbereiding naar de meeting toe. En ik hoop dat ik volgend jaar misschien nog wat mag filmen bij de meeting. Martijntje is ook mee. Nou, die viel helemaal in de smaak. Dus nou, voor nu leuk dat jullie gekeken hebben en tot de volgende video. Waarschijnlijk zal dat dus de box opening gaan worden van de nieuwe baby. Nou, tot dan. Doei!